Spænden var lort. Så er lort blevet gesmeret her. Jo. Ja. Ja, det må jo være vi. Ja, I kom jo ikke deres hug. Nede. Nede. Åh, det er bare tøjsvæsen her. Ja. Vi kan ikke med over. Ja. Vil je uitlessen over de nieuwtjes over de oldtimers? Ja, goed ja. Het is een soort reunie, hè? Ja. Dus er komen wel heel veel bekenden bij hier. Ja, dat is wel gezellig. Ja, die indruk heb ik ook. Het is een aparte slag hobby, hè, dit, of ja. Niet? Ja, dat is ja. Als je eenmaal bij smeltpunten komt, dan loop je vanaf. En er zijn er nog een paar kleine duizend die hier staan. Ik weet het echt over, hoor, niet. Daar zijn duizend mensen die hebben ingeschreven, dus je kunt er wel nog op. Ja, ja. Maar wat heeft u daar allemaal zo staan achter? Zijn dat van die oude landbouwmachines, die aandrijfmachines? Die hebben de aandrijfmachines. Ja. Die zo vroeger ook in houtzagerijen en gebruikt of in de landbouw? Ja, die kwam hoofdzakelijk uit Amerika, hè? Ja, Amerika. Ja. Dus hoofdzakelijk landbouw dus? Dat denk ik wel, ja. Zo, dat is een man die verwacht een strenge winter, heb ik de indruk? Of niet? Heeft u mijn boomstam al pas meegenomen? Is de houtkachel ook meegenomen of niet? Nee. We zagen hem aan schijven. Aha. Om te beschilderen, bloemstukjes op te maken. Ja. Maar nog geen damstenen dus? Nee. Dat kan nog net niet? Nee. Ligt eraan hoe groot je dambord hebt. Ja, dat wou ik net zeggen, ja. U bent Theo Raben? Nee, ik ben wel Theo, mag je Raben. Achternaam? Mentink. Ja. U weet dat Raben de wortels heeft in Meddo. Ja. Begonnen aan de Groenlandseweg. Ja. Daar ben ik in 1976 begonnen. Oh, je was toen werknemer. En heeft maar de vrachtwagen overgenomen. Het is een complete camper, zie ik hier. Ja. Nou heeft u alle ruimte natuurlijk. 6 meter slaapcabine. Zo, en dan gaat u mee op tour? Nou, meestal dit soort evenementen. Ja? Ja. Over het hele land of Europa of... Nederland en gedeelte Duitsland. Ja. Ja. Niet verder dan Osnabrück en Münster of Osnabrück, zo. Münster, Warendorf. Ja. Brilon. Dat is in Zouwerland. Ja. Nou, dat is allemaal wat te doen. Ja. En deze vrachtwagen die is uit dit jaar? 1976. En heeft nog dienst gedaan? Ja, ik heb dienst gedaan, maar niet bij Raam. Niet bij Raam. Volgens mij leeft hij of woont hij hier als God in Frankrijk, omdat het een Franse bus is, hè? Klopt, ja. Dat doen we toch. Hey, die wordt ook wel patatbussen genoemd, hè? Ja, ja. Dus ik ben ook frietliefhebber. Ik ben ook frietliefhebber, ja. Ik zie het gewoon.